We zijn weg. We zijn weg. Oh, 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 oh. Gaat het goed? Ja, het gaat goed. Ja, in de eerste bocht was het allemaal dringen. Veel bij elkaar. En, nou, net niet op elkaar, maar het was toch Spekker die meteen al... Kijk eens even. Hey. Hallo, goedemiddag. Gaat u even zitten. Daar is Guus Spekker. Hij trekt meteen een gat van weet ik hoeveel meters. Goeiedag zeg. Die zet meteen even een tempo in die Spekker. Dat je echt helemaal stil van wordt. De man van Spekker Hydraulics. Toch is zijn vader toch wel een goede monteur hoor, als ik het zo bekijk. Want dat je er ook meteen dan zo hard en zo snel durft weg te rijden. Ja, wel gaaf. Ja, wel prachtig. En kijk eens aan, wat heeft hij? Wat zet hij neer? Snelste tijd ook meteen. 48.726. Dan Fink Kooijman. Die zet dan neer 50.026. Oh, 49.269. 48.7. Er zit even een beetje verschil in, zeg. Oh. Ja, en dan Bart Troost op een derde plaats. ...210 is uitgevallen. Dat is Fabrizio Rietdijk. Met start nummer 25. Van Dreven, Roy Bakker en Kenny van Galen zie ik niet meer verschijnen op mijn beeldscherm. Ik denk dat Van Dreven conditieproblemen heeft. Nou, Roy Bakker, daar begreep ik het al van. Die had het niet helemaal lekker naar zijn zin, omdat het er wat tegen zat, begreep ik. Maar we hebben nu Guus Spekker aan de leiding. Bart Troost, 45.546. Bart Troost komt ook uit voor Jacob Power Racing. Jacob Power, de importeur van Birel. Guus Spekker met Fink Kooijman. Verkroost en we gaan het eens even zien. Wat gaat er gebeuren? Verkroost achter bij Veerman, bij Kooijman. Negentiende voorsprong op Kooijman. Verkroost met Verhoeven. Op een vierde plaats liggend met startnummer 211. Is degene die op dit moment de snelste tijd realiseert. 45-2-3-2. Ook voor de thuisblijvers enige uitleg. Het is de 125cc. Het is de koningsklasse. Die van Dreven, waarom rij je niet mee? Geen conditie meer. Vetpot. Oh, vastlopen. Oh, ja, geloof het zelf. Ja, dat zal het zijn. Goed, we hebben in ieder geval een duidelijk antwoord van Dreven. Het was toch conditietekort die hij had, dat hij niet meedeed. De man uit Lunteren met conditietekort, ja wel jammer. Maar goed, het zal wel een nicotinegebrek zijn geweest. En we hebben dan Spekker die werkelijk vandaag hier magistraal laat zien dat hij de snelste van Nederland is. Zeker in deze klasse. Dan krijgen we natuurlijk ook Fink Kooijman die het zwaar te verduren heeft van Bart Verkroost. En Verkroost zegt van, hé, hey, die is voor mij. Ja, dat klopt. Want Verkroost rijdt nu op 2, Kooijman op 3. En de vierde plek is voor Kevin Verhoeven. Arjen Kiewiesbos met Max Stubbe. Toon de Winter. Ja, het is inderdaad Toon de Winter, de man voor Davy Racing Team. Hij die het altijd maar volhield om in één klasse te rijden. De KF-klasse en daar ook kampioen in werd. Ja, het kon ook niet anders, maar hij bleef wel volhouden samen met zijn vader. En dat hebben we enorm gewaardeerd, dat hij dat deed. En Toon de Winter is vandaag zeker ook niet achterin te vinden, maar hij gaat gewoon lekker met de groep mee. Toon de Winter kan gewoon ook rijden, dat is duidelijk. Met startnummer 207, Denzel Maffet achter hem met 219 op de Birel. Duidelijk, zijn goede motor, had ik begrepen, is gisteren vastgelopen. En Sam Klaas, de Belg, op 19. Edgar Oosting, dan Koppenol Bultman, Lorenzo van Riet op een 13e plek. Met Dennis Donkervoort achter hem. En Jona Niewold op 15. Spekker
Ja, die kan gewoon echt rustig gaan zitten. Hij kan boodschappen doen op een gemakkie. Hij kan ze ook nog even laten komen op hem af. En dat is natuurlijk ook wel grappig. Dat je dan, maar ook dan is het weer zo dat Spekker op dit moment de snelste tijd heeft gerealiseerd. Hij heeft hier alweer de snelste tijd neergezet. En het is 44-6-6-1. 44-8-3-0 is het voor Bart de Kroost. En Kevin Verhoeven-Kooijman verhuist naar een vierde plaats met startnummer 227. Snelste tijd blijft gewoon ook op naam van Spekker staan. Met 44-6-6-1 realiseert hij in de zevende ronde. Ik ben benieuwd of hij inmiddels alweer een tijd scherper gesteld heeft. Nee, hij blijft hetzelfde. En dan krijgen we nu Van Kroost die de snelste ronde zet. 44-6-3-2. 44-6-3-2. Beduidend sneller ook weer dan Spekker, maar zit nog niet in de buurt van hem. Spekker heeft 2,1 seconden voorsprong en we zitten in bijna 7e minuut. Is de 125 cc, de klasse die over heel Europa ook zijn kampioenschappen rijdt. Ook in Duitsland wordt daar gereden, natuurlijk op Amping. We hebben nog Kerpen en dan hebben we ook Osjesleben vaak. En dat zijn dan de grote... Oh, daar gaat er even eentje in de ronde. Daarachter. Zag het net. Ja. Hij heeft dan ook moeite natuurlijk om weg te komen. Omdat alle karts er aankomen. En probeert dan weg te komen. Nou, het lijkt niet dat het ding nog draait. Ik weet ook even niet wie het dan mag zijn. Is dat? Nee, dat is Stubbe. Dat is Max Stubbe. Max Stubbe staat daar naast de baan. En ik zie dat Toon de Winter met startnummer 259 even ook nergens meer te vinden is. En Tubbe staat er daarachter. Het scorebord staat hij ernaast. Spekker wederom sneller. 44-603. Hij zit lekker op tempo. Hij legt gewoon een heel moordend tempo. Legt hij op aan de rest van het veld. Bart van Kroost op 2. Met een achterstand van 2,2 seconden. Met Kevin Verhoeven. Arjen Kievenbos, ja. Kievenbos zit er ook weer lekker bij. Met startnummer 203 is het Kievenbos die op een vierde plek zit. Denselman ver op 6. Is toch wel een beetje omhoog gekomen. Maar we zien dan de man Sebastian Koppenol komt op een achtste plaats op dit moment uit. Komt van 24. Mijnschoonmaakartikelen.nl rijdt hij voor. We hebben Lorenzo van Riet van CRG van Riep en Brand Racing. En zo is het. En ook normaal voor de Febo weet ik dus niet meer of hij daar nu voor zal rijden. Lorenzo. Maar goed, dat horen we gauw genoeg als er een rectificatie zou moeten komen. Dus Spekker aan de leiding. Nog steeds Van Kroost met Verhoeven. En Kievenbos nog niet op de derde plek. Die afstand is nog net iets te groot. Maar misschien, wie weet, komt hij nog wel op derde plekje terecht. Dan moet Kievenbos toch wel even doorhalen nog om bij Verhoeven in de buurt te komen. Ja, Spekker 2,1 seconde. 2,1 seconde met Kevin Verhoeven, Arjen Kievenbos. Wat is het? Kievenbos heeft nog
heel weinig nodig om daar in de buurt te komen. Snelste tijd blijft ook die plek staan. 44-6-0-3. Voor Spekke, Bart de Kroost. Spekke Hydraulics is het waar Spekke voor rijdt. En Bart de Kroost op 2. 3 is het Kevin Verhoeven. En Arjan Kienbos, ja, gaat het toch, ik hoop het, het kan er wel lachen worden dat we dat meemaken. Maar ik heb er een hard hoofd in hoor. Nou, het is inderdaad zo dat de Kienbos al dichter en dichter aan Verhoeven begint te naderen. En daarachterin wordt ook een verbeterde strijd geleverd. Dan hebben we natuurlijk achter de 2-13. Dat is Tim Berndt met Oosting, Donkervoort, Steen en Van der Wart. Ook een prachtig mooie, dikke, vette jongens allemaal bij elkaar. Nou, niet dikke, vette, maar wel qua snelheid. En qua doen en laten natuurlijk uit het verleden al heel veel. Ho, daar komt er nog eentje na. Die is redelijk geëmotioneerd en hij is kwaad. Kwaad dat hij niet verder kan. Zal dat zijn. Sam Klaas. Sam Klaas staat er daarnaast. Sam Klaas krijgt van Harry Mulder door. Hier de man van de tijdwaarneming. Spekke nog steeds aan de leiding. De Kroost, Kevin Verhoeven. En het is natuurlijk de man op de vierde plaats, Arjen Kienbos. Vlak bij Verhoeven. En die weet exact hoe je de aanval aan moet zetten. Meervoudig Nederlands kampioen. Het zou mij verbazen. Renners-kwartier, een oproep voor Roy Curs. Roy Curs, of die zich even boven in de toren zou willen melden. Roy Curs, of die zich even boven in de toren zou willen melden. Oproep voor Roy Curs, of die zich even boven in de toren zou willen melden. Spekke, we gaan eens even terugkijken. Het is echt een moordend tempo hoor, wat die man hier neerzet. Het is 44-6-0-3. Het is ook, hebben we nu net even uitgezocht, wat je hier dan ziet, dat de snelheid die hier bereikt wordt, althans bereikt wordt de hoogste snelheid, de beste snelheid, is 88,7 kilometer wat Spekke hier neerzet. En dan is het 88,5, ja, het scheelt niet zoveel, maar het is ruimschoots genoeg om hele snelle tijden neer te zetten. En dan heb ik het natuurlijk over de 44-6-0-3, zoals de man op de eerste plaats heeft neergezet. Dat is Guus Spekke met Bart van Kroos op een tweede plek. Derde plaats. Denk ik dat het een hele kluif voor Kienbos wordt om bij Verhoeven nog even aan te haken en hem voorbij te rijden. Maar Finn Kooijman op 5, Denselman ver op 6 en dan Van Riet. Heel mooi. Ook Van Riet komt vanaf 12 naar 7. Hij komt uit voor CRG Van Riet en Brand Racing. Alle laatste ronde is ingegaan. En dan weten we natuurlijk de man met startnummer 263. Of die blij is of niet, gaan we meemaken. Guus Spekke pakt hier de overwinning op Berchem.
Blij is hij. Prachtig mooi om te zien. Want zo zien we het altijd graag. Dat blije mensen dan hier de overwinning pakken. En dat is hij. Hij heeft een moordend tempo neergelegd. Hij heeft laten zien wie hij was. En zeker was hij vandaag magistraal. Dus Spekker met Bart Kroost en Verhoeven. Arjan Kiewiesbos. Dan Vin Kooijman, Mafet, Marie Koppenol. Nick Smit, Bernd Donkervoort, Oosting. Dan Don Carlo van der Wart, Bult van Eshuis, Steen, Winter, Gilles Kot. Dan Danny Siemensma en Joey Veenstra.